draaien. Het is natuurlijk een moeilijke tijd voor ondernemers. Daar probeert we ook met het programma Ik ben Drents ondernemer, maar ook met ondernemersverenigingen en organisaties een beetje hand en voet naar te geven, zo ver en zo kwaad en zo goed als dat gaat. Het is allemaal lastig en moeilijk, want je kunt niet iedereen helpen. Je ziet ook de mensen opstaan die weer heel creatief zijn. Dat heb ik gisteren ook nog in een call genoemd. Maar tegelijkertijd besef ik, maar als je een restaurant hebt, dan kun je nog zo creatief zijn. Maar als je zaak dicht is, dan heet niks. Het sociale aspect van zo'n winkel en van de retail in het algemeen, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe jullie dat hier met z'n tweeën opzetten. Dus compliment. Applaus. Ja. Namens Ik ben Drents ondernemer, dat staat hier ook op en ik hoop ook voor jullie geld. Ik ben Drents ondernemer is een mooi programma, dat doen we samen met al die brancheorganisaties. Daar kunnen jullie ook gebruik van maken, we hebben voucherregeling, we hebben kenniswerkers, we hebben exportprogramma's, we doen iets met studenten soms helpen. Dus als jullie zeggen van kijk vooral eens even op de site van Ik ben Drents ondernemer. Dus wij willen nog graag jullie ondernemen, ook de agrarische sector maakt er gebruik van de voucherregeling, dus ook voor jullie. En ik zou zeggen, laat iedereen ervan genieten. Wij zijn trots op ons MKB, trots op de ondernemers. Ik heb dat vanmiddag daar ook gezegd. Het geld moet wel eens verdiend worden voordat we het kunnen uitgeven.